voordat de TFAF echt begint, moet eerst alles worden schoongemaakt. Voor de 41-jarige Michaud van Kollenburg uit Oorschot zijn het lange dagen. Voor het eerst staat de antiquaire op de kunstbeurs. Dat is wel redelijk bijzonder, omdat je natuurlijk hier op de TFAF waar dat er zo'n 280 stands zijn. En maar een klein gedeelte ook Nederlanders zijn. En om daar weer tussen te mogen komen, is natuurlijk, ja, ben ik heel erg trots op. Veel verzamelaars, kunstliefhebbers en kunstprofessionals komen straks langs zijn stand. Van Kollenburg laat nu alvast een van zijn topstukken zien. Een schilderij van de Nederlandse schilder Jan Toorop, De Venus der Zee. Dit is een topstuk. Er zijn zeer weinig symbolistische schilderijen. Olieverf op doek symbolistische schilderijen van Jan Toorop. Desalniettemin, dit is eigenlijk de enigste nog die vrij op de markt is geweest. Of is. En eigenlijk is hij al 120 jaar niet op de markt geweest. Hij is dus nu op de markt en voor de mensen die geïnteresseerd zijn? De hogere prijsklasse. Maar niet alles wat in de stand staat van Van Kollenburg is veel geld waard. Nee, het gaat absoluut niet om de tafel. We weten, de tafel is gewoon een moderne nieuwe tafel die perfect, hè, harmoniseert met de stoelen. Maar je moet de stoelen op een of andere manier presenteren. Die stoelen, daar mogen we gewoon op zitten, maar ze zijn wel te koop. Ja, daar mag je gewoon op zitten. En hier is echt alles te koop. Ook de tafel. En dus deze zes bij elkaar, als ik deze koop, dan ben ik ongeveer? Een 40.000 euro kwijt. En ik krijg de tafel er gratis bij? Krijgt die tafel er gratis bij. Aanstaande vrijdag start de 28e editie van de kunstbeurs en dan is er geen hoopje stof meer te zien.